Heb je een eigen bedrijf, een winkel, een sportclub of ben je ZZP'er? Dan moet je even opletten, want binnenkort treedt de nieuwe privacywet in werking. Dat betekent dat alle organisaties, hoe groot of klein je ook bent, maatregelen moeten nemen om de persoonsgegevens van hun klanten en werknemers te beveiligen. Denk aan namen, adressen, geboortedata, rekeningnummers, maar ook medische gegevens, informatie over thuissituaties, alle persoonlijke info die je hebt over een klant of werknemer. Elke organisatie moet een privacyprotocol opstellen, waarin staat waarom je persoonsgegevens verzamelt, waarvoor je die gebruikt en hoe lang je die data bewaart. Klanten en werknemers moeten toestemming geven voor het verwerken van die gegevens en die toestemming ook weer in kunnen trekken. En mensen moeten ook inzage kunnen krijgen in de data die je van ze hebt. En voor bedrijven en overheidsorganisaties die met veel of gevoelige data werken, geldt nog een extra nieuwe eis. Die moeten een functionaris gegevensbescherming aanstellen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven die veel met de data doen of over medische gegevens beschikken. Zo'n functionaris brengt in kaart met welke persoonsgegevens de organisatie werkt en of de gegevens wel goed beveiligd zijn. Er geen risico is op misbruik. De nieuwe wet treedt 25 mei in werking. Vanaf dan is een privacyprotocol verplicht en soms dus ook een functionaris gegevensbescherming. Wie zich niet aan de wet houdt, riskeert hoge boetes die in de miljoenen kunnen lopen.